En als voorloper op de viering van 43 jaar staatkundige onafhankelijkheid heeft het districtscommissariaat Zuidoost-Wanica gisteren een prodewakka georganiseerd. Het doel van deze Audrey Hankers was om de culturele diversiteit en de saamhorigheid van Suriname extra te benadrukken. Daarom hebben zoveel mogelijk kinderen aan deze prodewakka deelgenomen. Saskia Paiman, vertegenwoordiger van het directoraat cultuur, gaf aan dat zij een Dogla-verzameling zag. Kindertjes, wat is Dogla? Wie weet wat Dogla is? Nee. Dogla stelt de verschillende bevolkingsgroepen van Suriname voor. Die uit verschillende wijken komen, verschillende soorten, met verschillende talen en traditie en gewoonten. Dat is Dogla. En wie voelt zich Dogla vandaag? Ik voel me af Dogla vandaag. Mevrouw, toch met die Dogla? En wie meer? Alle kinderen? Ja. Jullie zijn uniek. Jullie zijn heel uniek. Mijn naam is Saskia Paiman. Ik ben van cultuurstudies. En ik doe het Javaanse cultuur. Ik ben van de sectie Javanen, kindertjes. Als jullie informatie nodig hebben over het Javaanse cultuur, moeten jullie allemaal bij mij komen. Deze Hankers gaf aan dat ze een ieder deelgenoot wilden maken van de grote diversiteit op Lelydorp. Met hun deelname aan de Prodewakka laten zij zien dat zij het voortouw nemen in de actieve burgerparticipatie. De burgermoeder bedankte de leerkrachten en de ouders voor het begeleiden van de kinderen. Met als resultaat actief burgerschap voor nu en in de toekomst. Een grote aanwinst en de grootste schat van Suriname. Jong geleerd is oud gedaan. Goed voorbeeld doet volgen. Vanmiddag hebben wij ook gemeend een heel speciaal persoon in de bloemetjes te zetten. En in deze is het onze welbekende Pak Sapto. Hij heeft zich vrijwillig en onbaatzuchtig ingezet voor verschillende groepen in onze samenleving. We zijn hem heel erkentelijk voor dit goede voorbeeld dat u eens als erfenis zult achterlaten. Het liefdeswerk dat u verricht is ons niet ontgaan en heeft het leven van vele anderen verrijkt. Alles deze Hankers gistermiddag bij de start van de Prodewakka te Lelydorp. Deze loop was een voorloper op de viering van 43 jaar staatkundige onafhankelijkheid. Morgen 25 november.